live vanuit de beurs van Berlage. Digital Marketing Live. Aangeschoven van de persgroep is Lauren van der Heijden. Jij bent gespecialiseerd in advertising. Dit is een evenement wat over trends, ontwikkelingen, et cetera gaat. Als ik aan jou vraag, wat zijn welke ontwikkelingen zie je op dit gebied, op jouw vakgebied? Nou, wat wij heel erg zien... Hou hem even dichtbij. Wat wij erg zien de laatste tijd is eigenlijk dat die adverteerder, dat zijn onze klanten, die worstelt. Dus je ziet een enorm gefragmenteerd medialandschap. En die adverteerder die wil eigenlijk veel meer doen met veel minder partijen. En dat zien wij nu heel erg gebeuren. Daar hebben we voordeel van bij de persgroep, want we hebben natuurlijk een... Veel media? Veel media, zowel digitaal, offline, hyperlokaal, lokaal, regionaal, nationaal. Dus wij kunnen eigenlijk alles aanbieden. Maar het vergt ook heel veel van je organisatie. Dus je merkt ook wel dat onze mensen het lastig vinden om zo'n adverteerder die zoveel vraagt, die eigenlijk alles met jou wil doen, te servicen. Dus in de ene kant wil je die adverteerder die wil je goed servicen, maar dan moet je dus generalisten hebben die eigenlijk ook van alles wat afweten. En dat kan per definitie niet. Dus dan moet je klantteams gaan organiseren rondom zo'n adverteerder om hem eigenlijk te kunnen servicen. En dat is best arbeidsintensief. Ja, want wat maakt dat is concreter? Wat jullie bijvoorbeeld van jezelf al hebben is natuurlijk kranten, websites. Maar dat kunnen ook websites als tweakers zijn. Ja. Radio doen jullie bijvoorbeeld ook in. Ja. Er komt een klant bij jullie en je zegt die wil eigenlijk met minder partijen meer media, meer mensen bereiken, bedienen. Ja. Wat is de vraag waarmee die bij jullie binnenkomt? Nou, vaak is dat een hele diverse vraag. Dus die wil eigenlijk samenwerken op content. En daar begint het vaak. Hè? Dus ze willen branded content. Ja. Nou, dat is het begrip van u? Ja, dat doen wij dan met Medialab, onze creatieve unit. Maar dan zie je al snel dat daar een datacomponent bij komt kijken. Want ze willen ook op een bepaalde manier targeten. Ze willen eigenlijk met ons data uitwisselen, zodat we dat spel van data veel beter samen kunnen gaan spelen. Er komen allerlei legal dingen bij kijken, want hoe ga je dat aan elkaar geven zonder dat je weet dat het niet wegloopt, die data. Dan zie je dat ze eigenlijk ook vaak een performance behoefte hebben. Dus ze willen ook dingen verkopen. Ze willen dingen aan ons verkopen die wij weer doorverkopen. Dus dan komt marketing partnerships erbij kijken. En al vrij snel zie je dat je die top 75 adverteerders van Nederland, dat je daar eigenlijk zowel op data, zowel op branded content, zowel op normale advertising, zowel op geautomatiseerd verkopen van advertentieruimte, als op marketing partnerships moet gaan servicen. En dan kijk je naar het team wat je hebt zitten. Ja. En dan zitten daar ook heel veel mensen die nog van oudsher een printachtergrond hebben. Dus heel snel mee moeten met de nieuwe wereld, waar heel veel gebeurt. Dus dat is voor jullie een grote uitdaging. Ja, is ook heel leuk om te zien. Omdat dat lukt. Hè? Dus je ziet mensen die bijvoorbeeld uit een Wegener verleden hebben. Dus die super gespecialiseerd zijn in huis- en huisbladen. Die nu een enorme vlucht, een enorme groei doormaken. Door al die verschillende mediumtypes te gaan leren. Maar aan de andere kant zie je ook dat onze oude persgroep mensen bijvoorbeeld helemaal niet zo heel veel van huis- en huisbladen afwisten. Nee. En helemaal niet door hadden dat een super effectief mediumtype is. Waar nog gigantisch veel geld in omgaat. En wat enorm respondeert. Dus ook die mensen die leren eigenlijk van de andere mensen die wat meer uit de oudere wereld, komen. Maar heb jij dus een combinatie nodig van generalisten en specialisten? Die generalist gaat het eerste gesprek aan. Ja. En zoekt daarna de verdieping middels de collega's? Ja, zeker. Alleen die generalist moet ook al wel echt in de huid van die adverteerder kunnen kruipen. Dus je merkt een verschuiving bij ons van de wat meer... moet ik dan netjes zeggen, de wat meer agressieve, dat vind ik een slecht woord, de wat meer fanatieke accountmanager van vroeger, hè? Ja. Die belde en ergens naartoe ging. Die meer losliet. Ja, dat verschuift wat meer naar iemand die eigenlijk een marketeer is. Dus die eigenlijk al in dat eerste gesprek ook echt zeg maar, die klant begrijpt, in de huid van die adverteerder kan kruipen en dan samen in de organisatie gaat kijken van wat hebben wij daar nou bij nodig voor specialisme. Ja. Je zei het al, branded content, hè? Dat stukje krijg je er ook nog bij. Hè? Want jouw afdeling moet nu ook meer deskundigheid met Medialab hebben. Maar over inhoud, waar het vroeger bij de mediabedrijven gewoon heel gescheiden was. Ja. Verkoopt advertenties, doet de ene helft en de andere helft schrijft die stukken. Maar ook dat is er dus nog, die component is er ook nog eens een keertje bijgekomen. Ja, dus dat komt nu allemaal samen. En aan de andere kant van het spectrum zie je ook wel dat er natuurlijk steeds meer geautomatiseerd wordt. Ook native advertising formaten die geautomatiseerd gaan worden. En ook heel veel adverteerders die gewoon heel erg performance denken.
Dus je ziet een groep nieuwe adverteerders, met name in de start-up wereld, dus onderdeel van Rocket Internet bijvoorbeeld, die eigenlijk alleen nog maar denken in CPA. Dus die worden vanuit hun moederorganisaties gestuurd op orders. Niet zozeer op hoe winstgevend ze zijn, maar gewoon op orderdoelstellingen. Ja. En die hebben een doelstelling op CPA of CPO. En die komen eigenlijk met ons in gesprek. En wij zijn van oudsher gewend dat je gewoon iets verkoopt. En dan gaat die adverteerder uitrekenen wat hij daarmee verdiend heeft. En dan komt hij terug of niet terug. Zo simpel was het ooit. Ja. En nu merk je dat die gesprekken veel meer gaan over performance. Hoe meten wij dat aan onze kant door? Hoe meten zij dat door? En dat is een hele nieuwe wereld die wel gigantisch is als je kijkt ook naar het geld dat omgaat in e-commerce en in die start-up wereld. Ja, want het voorbeeld die je noemt van het Rocket Internet achter, dat zijn allemaal technologiepartijen. Ja. Dus die hebben een goed idee over hoe je automatiseert, hoe je computers inzet om flexibel dingen te doen. Ja. Hebben zij jullie ook een beetje gedwongen die deskundigheid meer in huis te halen? Nou, niet gedwongen, denk ik. Wij zijn er zelf ook enthousiast over. We zien dat natuurlijk gewoon een hele grote groep is die gewoon op die manier denkt. Hè. Die denken niet meer in ik heb zoveel marketingbudget. Die denken ik heb een doelstelling op CPA en daarna is mijn budget oneindig. Dus we vinden dat juist een hele interessante doelgroep. Met name ook aan de ene kant op technologie, omdat je alles kunt meten. Maar aan de andere kant zien we ook dat print steeds interessanter wordt voor dat soort partijen. Je ziet dat die partijen worstelen met Google. CPA's in Google stijgen soms in één keer overnacht. Hè, omdat er nieuwe partijen bij komen die meebieden op bepaalde zoekwoorden. Enorme afhankelijkheid, enorme haat-liefde-relatie ook met dat soort partijen. En wij kunnen hen eigenlijk iets bieden, namelijk concurrerende CPA-tarieven als ze terugrekenen. Plus een soort bijvangst op het gebied van branding. En ook een alternatief voor hun AdWords en affiliate-campagnes, waar ze dus een grote afhankelijkheid hebben. En om die reden hebben we eigenlijk hetzelfde als wij een aantal jaar geleden met Media Lab gedaan hebben. Hebben wij nu ook een nieuwe unit opgericht, die heet Performance Lab. En met die unit servicen wij eigenlijk die grote, die snel groeiende groep performance adverteerders. Ja, ja. Jij zei eerder, noemde je de top 75 adverteerders in Nederland. Wie zijn jullie belangrijkste concurrenten als het gaat over die advertentie budgetten? Is dat RTL? Of nee, is dat... nee, totaal niet. Nee. Nee, sterker nog, wij geloven dat de Nederlandse uitgevers zich veel minder met elkaar bezig zouden moeten houden. En veel meer met technologiepartijen. Google en Facebook. Ja, en de grote Amerikaanse partijen uit Silicon Valley. Omdat je ziet dat daar gaat het grote geld naartoe. Of een groot gedeelte van het geld naartoe. En wij geloven dat je als Nederlandse uitgever met kwalitatieve content juist een enorm voordeel hebt. En dat je dat zelfs ook gezamenlijk meer zou moeten monetizen. Ja. Belangrijk onderwerp afgelopen jaar was adblockers. Hè, Apple die het zelf eigenlijk ging introduceren bij zijn klanten. Allerlei andere partijen ook. Kun je daar eens wat vertellen? Hoe staat het daarmee? Hoe groot is dat, tussen aanhalingstekens, een probleem voor jullie? Nou, ik denk dat voor de markt is het een probleem. Een groot probleem wil ik het niet direct noemen, maar het is zeker een probleem. Ik zit naast mijn functie bij de pers gewoon nog in het bestuur van het IAB. Daar zijn we er heel erg mee bezig uiteraard. Ik geloof dat voor kwalitatieve uitgevers, waar content heel belangrijk is. Hè, als je bij ons kijkt, we hebben 1500 journalisten in dienst die kwalitatieve content maken. Een heel groot gedeelte van onze omzet komt uit abonnees. Dus daar doen we iets goed. Dat is mooi dus, hè, want dan ben je niet afhankelijk van die advertentiegelden. Precies. En, maar het geeft ook aan dat wij een bepaald product bieden waar mensen op zitten te wachten. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En waar mensen ook gaan begrijpen dat je daar of voor moet betalen, of dat daar een vorm van advertising bij komt. IAB heeft een nieuwe richtlijn daarvoor geïntroduceerd. Misschien heb je ervan gehoord, de Lean-richtlijn. En Lean uit, ja, betekent eigenlijk dat een advertentie licht moet zijn, light, encrypted, ad choice gevoelig. Dus je moet een ad choice kunnen maken en niet heel erg in your face en interruptive. Nou, wij geloven daar heel erg in. Wij sluiten ons daar ook bij aan. IAB heeft een campagne gevoerd onlangs gericht op mensen met een adblocker. Dus die kregen wat te zien als je naar een site ging. Van, ja, luister, deze site heeft kwalitatieve content. Daar werken heel veel journalisten aan. Wil je dat gratis blijven ontvangen, dan moet daar een vorm van advertising tegenover staan. Dat doen wij wel binnen deze kaders, deze lean kaders. Dit zijn eigenlijk de spelregels.
als je je daarin kunt vinden, alsjeblieft zet die adblocker uit of whitelist ons. Want dan kunnen we gewoon samen verder. En dat vinden we eigenlijk best wel fijn om samen verder te gaan. En werkte dat? Ja, 7% van de mensen die met die uiting geconfronteerd is, heeft de adblocker uitgezet. Volledig. En 50% heeft één of meerdere sites gewhitelist. Dus dat zijn hele positieve resultaten eigenlijk. Dus ik denk dat, ja, het is een probleem. Aan de andere kant, ook een signaal, hè? Het is een signaal. Het dwingt de mediawereld, de uitgevers, om in dialoog te gaan met hun klanten. Ja. En daar een soort nieuwe balans te vinden tussen met welk middel wordt er betaald. En dat kan een advertentie zijn. Dat kan zijn dat je inlogt en wat betaalt. Het kan ook je data zijn. Maar ik geloof wel dat dat de toekomst is. En dat juist partijen als persgroep met 1500 journalisten daar een voordeel bij kunnen doen. Ja, mee kunnen want doen. Het probleem is, hè, we zijn allemaal natuurlijk over aan het schakelen of al geschakeld naar mobiel voor als het belangrijkste ding. Ja. Daar zijn die advertenties namelijk echt veel irritanter. Hè? Ja. Hebben jullie als ongetwijfeld hebben jullie dat gedaan? Onderzocht, want ik bijvoorbeeld, iCulture, pas de ding gezet en ik vroeg aan hun, ja, weet je, mag ik betalen alsjeblieft voor geen advertenties? Ja. Nou, dat hebben zij ingebouwd. Waarschijnlijk voor hun te weinig om het te vergoeden. Maar hebben jullie wel uitgerekend wat het zou kosten, mij als zeg maar bezoeker van een site, als ik mijn reclame zou willen afkopen? Ja. En is dat een optie? Ja, het is altijd een optie natuurlijk. Tuurlijk. Dus je zou je voor kunnen stellen dat er op bepaalde titels op een gegeven moment zo'n afweging gemaakt wordt. Dat is op dit moment absoluut nog niet in vragen. Maar uiteindelijk is dat ook weer die dialoog. Hè? Als blijkt dat de consument een bedrag wil betalen en daardoor geen advertenties wil zien, van een advertentievrij model, ja, is heel goed denkbaar. Aan de andere kant zie je ook onderzoeken, ik zag toevallig vorige week weer eentje voorbij komen, als dat 90... Ik moet even recallen, want ik zag het langskomen, maar ik geloof dat de strekking als volgt was. Dat meer dan 90% van de consumenten in Amerika wil niet meer dan 10 cent betalen voor advertentievrij mobiele internetervaring. Dus je ziet ook wel dat, het is een heel belangrijk signaal. Per wat? Per... Überhaupt. Dus per maand, volgens mij was het. Als je überhaupt moest gaan betalen voor of reclamevrij mobiel internetervaring. Ja. Dan gaf dus 90% of meer aan dat ze dat niet willen. Ja. Dus je ziet ook alweer, als je echt die discussie doorzet en gaat zeggen: oké, prima, maar wil je dan betalen? Dat die bereidheid ook nog wel erg beperkt is bij de grote groep mensen. Ja. Je gaf het al aan, hè? Jullie. Voor een groot deel van jullie bedrijf gaat over abonnees. Ja. Bij bijvoorbeeld de Volkskrant stijgend zelfs. Ja. Voor jullie dus in deze tijd waar adverteren zoekende zijn, ook wel een geruststellend idee. Ja. Zegt iets over de kwaliteit natuurlijk, maar ja. Zegt ook iets over de duurzaamheid van, ja. van je verdienmodel. Nee, dat is heel geruststellend. Want dat betekent dat je gewoon een heel groot gedeelte van je inkomsten zijn heel stabiel. Op advertising gebied zie je dat wij sowieso minder dalen dan de markt op print. En een enorme groei op online doormaken. Dus dat is heel positief. Maar wat ik het allerpositiefst vind eigenlijk, is als je vergelijkt met 20 jaar geleden, hadden mensen tot 30 jaar eigenlijk weinig binding met een nieuwsmerk. Als ik naar mezelf kijk, ik ben pas me echt gaan interesseren in een krant toen ik uit mijn studentenhuis ging. Ja. En daarvoor zag ik het eigenlijk bijna niet. Als je kijkt naar vandaag, hebben 13-jarigen, maken allemaal gebruik van nieuwsapps. Dus die komen gewoon bijvoorbeeld met AD Sport elke dag verschillende keren in aanmerking met ons nieuwsmerk. Dus wij geloven eigenlijk ook dat die abonneemarkt heel stabiel is. Omdat er een hele grote groep nu gewoon continu aankomt die al een enorme binding met ons merk hebben. En aan de andere kant zie je natuurlijk een wat oudere groep steeds welstandiger worden. En die hebben ook gewoon prima geld en tijd om een normaal abonnement af te nemen. Ja. Dus aan die abonneekant maken wij ons weinig zorgen. Nee, en aan de zeg maar, advertentiekant is het gaan daar de kwalitatief betere, of noem het branded content, et cetera. Ja. Is dat echt, is dat een van de belangrijke richtingen? Ja, ik denk dat het aan twee kanten van het spectrum dus zit. Aan de ene kant is het echt veel meer samenwerken, marketing partnership, branded content, veel complexere dealen, veel meer marketeers als account managers, veel langere trajecten, complexere verkoopprocessen.
En aan de andere kant veel meer automatiseren. Dat zal een enorme, nog verdere vlucht gaan nemen. Heel veel performance. En het stuk daartussenin wordt eigenlijk een beetje vergeten, lijkt soms wel. Zit daar voor jullie ook geen rol in? Waar Google natuurlijk sterk in is, behalve dan het wegsnoepen van die grote partijen, maar juist ook faciliteren van kleine partijen. Ja. Ja, op Facebook, voor mijn 25, als ik nu een tientje wil inzetten, kan ik een tientje inzetten. Ja, zouden jullie daar ook niet veel mee kunnen? Daar zijn we heel erg mee bezig. Dat valt buiten mijn scope, want ik ben verantwoordelijk voor de corporate markt. Ja. Wij zijn op de regionale markt enorm aan het opschalen. Dat noemen wij online services. Dus wij brengen er allerlei dienstverlening naar die kleine ondernemer. We hebben natuurlijk nog steeds een enorme sales force van accountmanagers in de regio. Van een paar honderd accountmanagers die daar gewoon relaties hebben, omzet doen. Die echt local heroes zijn. Ja. En dat zijn we nu aan het automatiseren. Dus we zijn op zoek naar een combinatie waarin we die lokale adverteerder aan de ene zijde bedienen met gewoon een persoon die van de persgroep komt en die kent en die een functie heeft in dat dorp of in die stad of in die regio, gecombineerd met vergaande automatisering. En dan kun je inderdaad denken aan hoe je bij Google een campagne boekt of bij Facebook. De lokale slager dat ook straks kan. Moet de lokale slager dat ook kunnen doen achter zijn pc of op zijn tablet, online inboeken, maar wel altijd de hulplijn naar die regionale local hero. Ja, want dat heb je bij de Googles van deze wereld natuurlijk niet. Hè? Je zoekt het maar uit. Zeg maar. En daar zit ons voordeel natuurlijk. We hebben die local hero en we hebben lokale content. Ja, oké, super. Hey, bedankt. Ja, interessant. Dankjewel. En tot de volgende keer. Dankjewel. Kijk je live, blijf dan kijken, want we zijn hier tot het einde van de middag. Interviews met een tal van mensen, totaal een stuk of 15 vandaag. Kijk je on demand, dan kun je al die video's terugkijken via YouTube, Fast Moving Targets en Immerse. Tot zo.